beginnen aan ons eerste blaadje. Een opzetlus en dan een ketting van 11 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eentje extra. En dan in de tweede losse vanaf de haak steken we in om een vaste te maken. In de volgende komt een half stokje. Dus één keer ophalen en dan door alle drie. In de volgende komt een stokje. Dus één keer ophalen door twee en nog een keer door twee. En vervolgens vijf dubbele stokjes in de volgende steken. Dus twee keer de draad omslaan. Eén keer, twee keer, drie keer, twee keer de draad omslaan. We hebben er nu 4. Er moet er nog 1 bij. En nu hebben we 5 dubbele stokjes. We gaan weer een gewoon stokje maken. Dan een half stokje in de volgende. En in de steek die we nu nog over hebben, komen 3 vaste. Dus in dezelfde steek. Dus hier steken we in. 1. Hetzelfde gat nog een keer. 2. En nu zit dat draadje een beetje in de weg, dus dat doe ik naar achter. En dan ga ik hier nog eentje maken. En dat is 3. Dan gaan we aan de andere kant van de ketting precies hetzelfde doen. Dus hier komt een half stokje. Je kan ervoor kiezen om de draad gelijk mee te haken. Ik doe het nu eventjes niet voor de duidelijkheid. Half stokje. Stokje. En vervolgens weer 5 dubbele stokjes in de volgende lussen. Die ging niet helemaal goed. Dit is de tweede. Dit is de derde. Mijn draad werkt niet helemaal mee. De vierde. En de vijfde. Oh, kijk, één lus te weinig. Soms wil je gewoon te snel. Een stokje. Een half stokje. Soms gaat het een beetje lastig. Oké, nou in die laatste, daar moeten eigenlijk nog 2 vaste in. Dus... dat is in deze lus. Ja, je kan een beetje een andere lus pakken. Ik pak deze gewoon. Dus 1, 2. En dan gaan we hem sluiten in die eerste vaste die we gemaakt hebben. Dus dan gaan we onder beide lussen door. Halen door. We halen door. En dan werken we hem nog even af. Je zou ook door kunnen haken, heb ik ook gedaan. Het werd net iets minder mooi, dus ik
maak eerst gewoon het blaadje af. En dan gaan we daarna verder met wat er omheen komt, om er een vierkantje van te maken. We gaan een vierkantje maken om het blaadje heen. De steek waar ik net geëindigd ben, dus onder die vaste door, daar haak ik ook weer in. Gewoon een lusje. Vaak draai ik die draden nog een keertje om elkaar heen. En dan maken we drie lossen. 1, 2, 3. Dat is als vervanging van het eerste steekje en dat is een half stokje. Trek het draadje een beetje aan. Dan gaan we vervolgens drie stokjes maken. Nou, je kunt ervoor kiezen om de draadjes mee te haken. In dit geval doe ik het even niet voor de duidelijkheid. Hier komt dus een stokje. Stokje. Hier steek je dus onder bij de draden door van de vaste. In de volgende komen dubbele stokjes en er komen er 2 in 1 steek. Nog eentje in dezelfde steek. In de volgende komen 3 dubbele, dus 3 keer de draad omslaan. Eén losse, nog een keer 3 keer de draad omslaan en in dezelfde steek ga je nog een keer een driedubbel stokje maken. Dit is dus een hoek. We hebben weer een dubbel stokje, eigenlijk 2 in deze steek. Dan weer 3 stokjes in de volgende. Dus 1, 2, 3, een half stokje. En nou zijn we weer bij een hoek en daar moeten we wat extra steken maken, zodat die mooi de hoek omgaat. Stokjes. Eerst 2. Alles in dezelfde steek. 1 losse. En dan nog 2 stokjes in dezelfde steek. Dus 1. En dat is 2. Nou gingen we weer de helezelfde rij weer terug. Dus we beginnen weer met een half stokje. 3 stokjes, 2 dubbele stokjes, 3 dubbele stokjes met een losse ertussen en we gaan de ketting af en dan kom ik zo bij je terug. Ik ben nu op het punt waar ik die 3 stokjes heb gemaakt. Hier komt dus nog een half stokje. Dit is die steek waar we eigenlijk al in hebben gezeten. In deze steek, dat wordt weer een hoek. Dus daar komen wat extra stokjes. 1, 2, een losse en weer 2 stokjes in dezelfde steek. Oké. Nou, dan moeten we de boel nog sluiten. Het is wel mooi om dit even een beetje aan te trekken. En ook deze nog een keer een tikje te geven. Het lijkt alsof je hier wat over hebt, maar in feite is dit allemaal dezelfde steek. Om hem te sluiten, pakken we alleen 1 lusje. Dus deze horen bij elkaar. Dan pakken we dit lusje. En dat doen we met een halve vaste. We knippen de draad af.
haal hem nog een keer door. En nou is die vastgezet. Kijk, in dit geval heb je dus nog wel allemaal draadjes over die je nog moet wegwerken aan de achterkant. Maar die zou je dus mee kunnen haken. En eventueel kan je hier nog een klein beetje corrigeren. Je hebt hier toch dat draadje, die moet je sowieso wegwerken. Daarmee kan je nog een klein beetje dit bij elkaar halen aan de achterkant, zodat je dat ja, wat mooier hebt. We beginnen in de hoeken. We pakken deze en we pakken deze. Even met een extra steekje vastzetten. En dan gaan we met de laddersteek heen en weer. Je legt de lapjes met de verkeerde kanten tegen elkaar. En dan aan dezelfde kant als waar je uitkomt, daar steek je weer in. En zo ga je op en neer. Dus pak de lusjes die het dichtst bij elkaar zitten. En soms kom je natuurlijk niet helemaal uit, omdat je hier en daar een dubbele steek hebt zitten van het afwerken. Hier ga je ook door tot de hoek. Oh, en pas op dat je alle draadjes meepakt. Kijk even of je echt in de hoek zit of dat je er nog één moet pakken. Nee, we zitten echt in de hoek. Nog even een extra steekje erbovenop. En dan gaan we naar de volgende lapjes. Ook hier eerst weer een beginsteekje maken. Dus in de hoek. Kijk, je kan ook gelijk een soort knoopje maken door de draad eromheen te halen. Nou, we zitten nu aan deze kant, dus we gaan ook aan deze kant verder. Kijk, hier zit ik niet helemaal mooi in mijn draad. En zo gaan we de hele horizontale rij doen. De verticale lijnen waar geen steel komt, dus hier komt een steel, die komt in een donkere kleur. Hier willen we gewoon de hoofdkleur hebben, dus dat gaan we op een makkelijke manier aan elkaar haken. Ik draai het werk even. We maken een opzetlus. En net als net knijpen we het werk even mooi bij elkaar. Dus eigenlijk zitten nu de verkeerde kanten tegen elkaar. We beginnen weer in de hoek. En hier maken we halve vaste. Dus pak de binnenste lusjes. Omslag. Doorhalen. En doorhalen. Doe dit lekker losjes. Dus binnenste lusjes. Omslag. Doorhalen. Doorhalen. Af en toe moet je misschien even kijken of je nog goed uitkomt. Want smokkelen mag altijd. En zo haken we dit op de makkelijke manier aan elkaar. In de hoeken is het een beetje onduidelijk allemaal. Dus probeer gewoon even. Kies twee lusjes, trek ze bij elkaar en kijk of het resultaatje aanstaat. Zo niet, dan haal het weer even uit en probeer het opnieuw. Kijk, hier is nog wel iets van een gaatje, maar dat vind ik zelf geen probleem. Als je dat lelijk vindt, dan
kun je dat nog altijd oplossen. De middelste verticale baan, die ga ik ook aan elkaar haken, maar op een ietsje lastigere manier. Iets meer geduld nodig. Ik wil hier een donkere kleur. En de draad ligt nu bovenaan. Ik heb vast een opzetlus gemaakt. En ik pak hier ook weer de binnenste lusjes van bovenaf. Ik haal door en ik haal nog een keer door. We maken halve vaste. Dus van bovenaf, van bovenaf. En de draad blijft altijd aan de onderkant. Dus doorhalen. En dan is de kunst om een beetje gelijke spanning te houden. Om een mooie vlecht te maken. Dus van bovenaf, de draad pakken door 1, door 2 en door 3. Kijk, en dan gaat het al wel eens mis. Dus soms moet je even corrigeren. Kijk, hier nog een klein draadje. Soms splitst de draad een beetje. Dus van bovenaf, door de binnenste lus, de andere kant ook. Je draad pakken door 1, door 2 en door 3. Nou, als je soms een lusje hebt wat niet zo mooi is, dan doe je het eventjes opnieuw. Zo krijg je een mooie lijn. Ik heb nog een ander trucje bedacht. We gaan door 1 van bovenaf de lus pakken. Door 1, door 2. En deze is wat lastig. Dus wat je ook kan doen, is je naald even omdraaien. En dan ga je er wat makkelijker doorheen. Het is in feite iets mooier als ik onderaan was begonnen. Want dan zouden de veetjes van de steek ook zo gelopen hebben. En nu lopen ze eigenlijk naar beneden toe. Dus nou ja, dat kan ik dan beter de volgende keer doen. Hier komt dus nog een lichte kleur. Gewoon normaal, makkelijk gehaakt. En hier aan de buitenkant, dit wordt ook weer een rij. Echt steeltje met blaadjes. Dus hier gaan we weer met de donkere kleur werken. Als we de twee delen, voorkant en achterkant, aan elkaar maken.